Wanneer je wilt. <tiedacht> Pleidooi van een performer. Door de performer zelf uit te spreken in een boekhandel en wel bij de presentatie van zijn allereerste boek. Pleidooi van een performer. Edelachtbare, dames en heren van de jury. Een schrijver moet schrijven. Een schrijver hoort niet de clown uit te hangen. op... Half-intellectuele personeelsfeesten zoals deze. Een schrijver moet niet, mag niet, in het midden van de vogelmarkt op zijn hoofd gaan staan. Nee, een schrijver moet niet met zijn voeten aan een trapeze hangen. Het enige wat een schrijver moet doen is schrijven. Ik zeg dit alles met veel genoegen, eerlachtbare. Nu hier voor me mijn eerste boek ligt. Mijn allereerste boek. Een schrijver ben ik thans. Laat daar geen misverstand meer over bestaan. Nochtans heb ik me in het verleden overgegeven aan een zo foeilijk iets als het. performen. U herinnert zich dat levendig, vrees ik. De kranten stonden er vol van, de radio gloeide. In de rangen der massa's sloeg men elkaar morsdood om een van de vijftig toegangskaartjes. Ik schaam me als schrijver en als mens. Als, als Nederlandstalige Belg en als Vlaming die wordt uitgegeven in Amsterdam, als duiveliefhebber en als organisme. Zeer diep. Ik schaam mij diep over dit alles. Maar als ik mij erover schaam, Waarom ben ik er dan ooit mee begonnen? Zult u vragen. En waarom zal ik er in de toekomst onverminderd mee doorgaan? Het antwoord op deze vraag is even walgelijk als eenvoudig. Omdat ik er voor een deel mijn geld mee verdien. Sorry hoor. En, en voorts beschouw ik het in mijn eeuwige jeugdige overmoed als onderdeel van mijn. Auteurschap. En dat precies dit onderdeel een grote weerklank mocht vinden, ja, dat is geen verdienste, dat weet ik. Het is, het, is, het is eerder het gevolg van de leeshaat van het huidige publiek. En, en ook het feit dat maar weinig auteurs zich willen lenen tot het geven van performances, speelt een rol. En je springt als performer evenveel in het oog als een, als een Chinees in een, in een bus blanken. Of, of als, een, als, een, als een blanke in een, in een, in een, in een bus Chinezen. Laten we, laten we daar verder niet over in detail treden. Ik, ik beschouw het performen als een onderdeel van niet alleen mijn, mijn auteurschap, maar van het auteurschap in het algemeen. Maar in Lachbare, daarin sta ik vrijwel alleen. En daarom bevind ik mij nu precies in uw beklaagde bank. En nu heb ik geprobeerd te achterhalen wat mij precies ten laste wordt gelegd. Maar nergens vond ik een geargumenteerd betoog tegen de performance. In het beste geval wordt het mislukte optreden van de een of de andere in drie regels de grond ingeboord. Dat is de tegenstanders blijkbaar al voldoende. Als bewijs van hun gelijk. Ik vraag me dan af: kan men ook oordelen over de essentie van geschreven poëzie door bijvoorbeeld alleen maar het werk van de inmiddels totaal terecht vergeten Peter Nijmeijer te bespreken? Ik hoop van niet. Ik hoop van niet. Kijk, dit zinnetje zei ik alleen maar om extra aan te tonen hoe onrechtvaardig het is om iemand met één enkele opmerking de grond in te boren. En vooral ook hoe ondoeltreffend. Het werk van Peter Nijmeijer zal er namelijk niet door verbeteren. Het zal ook niet verdwijnen. Enfin, het is inmiddels verdwenen samen met hem, maar niet door mijn ene zinnetje. Ook het performen zal niet verdwijnen. Door een paar losse negatieve kritieken. Daarom, eerlachtbare dames en heren van de jury, wil ik u helpen. Ik zal louter en alleen om u nog wat meer en echte argumenten te verschaffen tegen mij, dieper ingaan op het fenomeen performance. Om te beginnen, ja, ik vind dat ook echt, echt verschrikkelijke woorden. Performer. Performance. Maar, maar laat ik ze voorlopig toch maar gebruiken. Iedereen kent ze nu. Het, het kind moet toch ook een naam hebben. Ook al is het een verschrikkelijke naam. Het is nog altijd beter dan Freddy hè? of Etienne of, of Joop of Sees. Nog zoiets. Maar, dus misschien uh, hoor ik dan daarna, nu in de, na de naam, in de eerste plaats ook een definitie te geven van wat een. Performers, performer of een, een, een performance is. Maar, maar laten we ons voorlopig beperken tot datgene waarin bijna iedereen enige ervaring heeft. Het voorlezen van een tekst zonder meer. Een vraagje. Wat is nu het gemakkelijkst? Een schitterende tekst. Zo abominabel voorlezen dat de toehoorders hem niet meer herkennen als een schitterende tekst, of een banale tekst zo briljant voorlezen dat de toehoorders hem niet meer herkennen als banaal. Kijk, volgens mij is dat eerste het gemakkelijkst. Geef me hier en nu om het even welk meeslepend, aangrijpend gedicht. Ik zal het onmiddellijk luidop naar de klote lezen. Geef me echter een lezersbrief uit het damesblad Flair, een redactioneel van Topics Magazine, een recensie van Jaap Goedegeburen, een, een, een zogenaamde column van, van Joël de Keulaar en ik zal nog altijd minstens een week nodig hebben om dat, tenzij als onderdeel van een komisch programma, enigszins acceptabel op de plank te brengen. Ik weet zelfs niet in alle eerlijkheid of het me ooit lukt. Maar hoe mijn antwoord ook luidt. Die vraag is belangrijker. Die vraag, want zij drukt uit dat er verschillende manieren bestaan om een tekst voor te lezen, dat is precies het vervelende aan voorlezen. Gerrit Achterberg. Bijvoorbeeld de grote Gerrit Achtenberg was er berucht voor dat hij zijn eigen prachtige gedicht stuk las. Elke keer. Elke keer opnieuw. Daarom, edelachtbare dames en heren van de jury, hebt u er altijd op aangedrongen dat de tekst, de tekst alleen belangrijk mag zijn en dat, dat dat niet de minste waarde moet worden gehecht aan, aan al dat, dat voorlezen en het is juist deze regel die performers volgens u met de voeten treden. Ja, ze, ze dragen een zonnebril binnen zijn huis een, 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 een malle hoed, ze, ze molen wieken met hun armen, ze verdraaien hun stem Dat hele circus kan toch maar één reden hebben het moet verhullen dat de naar voren gebrachte tekst banaal is. De tekst, de tekst alleen is belangrijk. Ja, natuurlijk is dat zo. Maar waarom worden gedichten dan niet als volgt uitgegeven door de auteur zelf? Op de Remington-schrijfmachine uh, van de grootvader getikt, gestenseld op kringlooppapier. Als alleen de tekst belangrijk is, waarom, waarom worden de meeste dichtbundels dan uh, uitgegeven met, met, een, met een mooie kaft? Verzorgde typografie, stijlvol papier, handgeschept, charmante illustraties zelfs soms. Dat zijn vormelementen, zult u me antwoorden, die de tekst alleen maar ondersteunen en het leesgenot verhogen. Bon, zwart. Maar, als van bijvoorbeeld een sonnet alleen de tekst belangrijk is, waarom wordt die tekst dan afgedrukt in regels die in het midden van de bladzijde ophouden en daaronder verder gaan zonder interpunctie? Waarom valt er af en toe een wit regel, zodat, zodat er van die rare blokjes ontstaan, strofes, gevormd door nu eens vier, dan weer drie regels. Waarom? Paul Van Ostaje schreef de feesten van angst en pijn en bezette staat, meesterwerken. Maar als hij alleen de tekst van deze meesterwerken zo belangrijk zou moeten vinden, ja, waarom wordt die tekst dan ondersteund door een zo opzichtige typografie? Of is wat Van Ostaje schreef dan geen poëzie? Ik heb, dat kan u niet ontgaan zijn, edelachtbare, Zo pas enkele vormelementen opgesomd die eigen zijn aan het schrift en aan het schriftbeeld en aan het uitgeven van een boek. Wanneer een dichter op een podium stapt, vallen die elementen weg. Onlangs, vele jaren geleden, onlangs, hoorde ik de betreurde Jan Eikelboom een gedicht voorlezen. Hij waarschuwde vooraf dat hij in zijn tekst citaten had verwerkt. Hij las die citaten ook vooraf even voor, omdat hij, zo zei hij, toch moeilijk de aanhalingstekens kon voorlezen die in zijn gedicht de lezer duidelijk moesten maken dat het om citaten ging. Een beter voorbeeld van wat ik zeggen wil, zou ik zelf niet hebben kunnen verzinnen. Als een dichter op een podium stapt stapt hij in een ander medium. Hij kan wel voorlezen uit zijn bundel, maar hij is de enige die op dat moment een bundel in de handen heeft. Onlangs, jaren geleden, hoorde ik de betreurde Jan Eikelboom een gedicht voorlezen. Hij waarschuwde vooraf dat hij in zijn tekst citaten had verwerkt en hij las die citaten ook vooraf even voor omdat hij, zo zei hij, toch moeilijk die aanhalingstekens kon voorlezen, die in zijn gedicht de lezer duidelijk moeten maken dat het gaat om citaten. Een beter voorbeeld, een beter voorbeeld van wat ik wil zeggen zou ik zelf niet hebben kunnen verzinnen. Als een dichter op een podium stapt, stapt hij in een ander medium. En ik kan wel voorlezen uit zijn bundel, maar hij is de enige die op dat moment een bundel in de handen heeft. Hij is de enige die leest. Het publiek kijkt en luistert. Met andere woorden, of hij nu wil of niet, de dichter maakt op zo'n moment theater. Leestekens moeten vervangen worden door theatertekens. In mijn tekst staat dat laatste theatertekens, tussen aanhalingstekens, theater toch? Want ja, ook ik lees mijn tekst hiervoor. Ik, ik perform hem niet. Ik wilde u niet immers voor het hoofd stoten in, in, in een boekhandel dan nog. Op een, op een zo feestelijke dag als deze, presentatie van mijn allereerste boek. Maar indien ik mijn zin had mogen doen. Lachtbaar. Dan had u in, in, in plaats van recht te moeten staan tussen, tussen, tussen de boekenrekken, u had neergezeten in een comfortabele fauteuil, rood pluche. Ik, ik zou op een, op een heus podium hebben gestaan met, met één enkel requisit en met, met een sobere belichting. Ik zou daarmee een, een rechtbanksfeer hebben gesuggereerd. En ik, ik zou de tekst. Uit mijn hoofd hebben geleerd met bewegingen, stembuigingen die spontaner zouden lijken en dus veel overtuigender zouden zijn. Ik ben de mening toegedaan dat deze tekst dan beter tot zijn recht zou komen, ofschoon het nog altijd om precies dezelfde tekst zou gaan. En als mocht blijken dat het dragen van een, een zonnebril en, en, en een hoedje deze tekst nog beter tot zijn recht zou doen komen, dan zou ik die dragen. Ik denk echter dat de meest elementaire theatermiddelen, stemgebruik, mimiek, motoriek, dat die mij al voldoende zouden zijn. Wat ik nu doe, voorlezen vind ik ongeveer hetzelfde als stencilen op kringlooppapier. Ik hou er niet van. Ja, schrijven tegenover spreken, lezen tegenover luisteren. Het gaat Telkens om twee totaal verschillende media. Een literair publiek kan lezen of het kan luisteren. Dat zijn twee totaal verschillende media. Lezen, dat doe je in je eigen tempo, waar en wanneer je dat wil. Je kunt terugbladeren, je kunt een gedicht zoveel keer naar elkaar lezen als jij dat zelf wil. Bij luisteren is. telkens het omgekeerde waar. En even zo zijn spreken en. Schrijven twee totaal verschillende media. Een auteur moet een keuze maken. Wie schrijft, moet een goed boek maken. Wie op de planken komt, een goed optreden. Hier past het om eindelijk die definitie te geven van wat een, een performer is. Een performer gebruikt de theatermiddelen om zijn eigen tekst op het podium vorm te geven. Voilà. En natuurlijk kan een overdaad aan theatermiddelen de tekst op de achtergrond duwen. Ja, zoals, een, zoals bij een bibliofiel uitgegeven boek, de kwaliteit van de tekst ook op de achtergrond kan belanden. De ideale performance gebruikt de theatermiddelen in zoverre ze die tekst helpen vorm te geven. Dat is toch evident? Het meest voor de hand liggende en makkelijkst waarneembare theatermiddel is dan ook dat de performer zijn tekst uit het hoofd kent. Ik vind dat daar heel wat voor te zeggen valt. Opnieuw een, een, een vergelijking. Wie een gedicht leest in een bundel, leest in feite het resultaat van een heel proces. Er gaan aan de definitieve versie van een gedicht vaak tientallen, tientallen kladversies vooraf. Als lezer denk je, althans bij mij is dat zo, Kijk, en als lezer denk je gewoon niet aan dat voorbereidende werk. Je neemt het gedicht in tegendeel in je op, alsof de dichter het zomaar opeens had neergeschreven. Dat geeft poëzie vaak zijn magische kracht, vind ik. Vertaal dat naar het podium. De meeste dichters lezen hun gedichten voor, in het beste geval heel vlot, maar je ziet... Hun voorbereidende werk ze goed. Ze spieken. Ze hebben de tekst voor zich. En stel dat ze hun gedichten moeiteloos konden opzeggen, alsof ze die ter plaatse verzonnen. Dat lijkt bedrog, dat is het ook. Maar ik zie geen verschil met het door iedereen aanvaarde bedrog om alleen maar de definitieve versie van een gedicht in een bundel op te nemen. Toch wordt de performer met de nek bekeken, eerlachbare. Vaak wordt gesuggereerd dat zijn middelen oneerlijk zijn, omdat hij zich door zijn optreden meer in de kijker werkt dan zijn collega's die niet kunnen, uh, niet willen performen, omdat ze spraakgebrek hebben of een permanente zenuwinzinking of een, of een lachwekkende kop, weet ik veel, alsof, alsof ik dat niet allemaal tegelijkertijd heb, met mijn accent uit het Waasland er dan nog eens bij. In het Poëzienummer van Maatstaf, 1983, uh, nummer 6-7, het zomernummer, schreef Herman de Koning, ook de betreurde inmiddels, als antwoord op een enquêtevraag over de Nacht van de Poëzie in Utrecht. Hij zei: Nachten van de Poëzie zijn leuk achter de coulissen. Zonder Nachten van de Poëzie zouden dichters als Bart Chabot, Johan Joos en Jules Deelder onbestaan zijn. Erg Rauwig zou ik daar niet om wezen. Punt. Dat vind ik, met permissie, edelachtbare, een pissige opmerking. Sommige dichters hebben een baan als nieuwslezer bij de BRT. Treden dagelijks op voor een paar miljoen mensen. Anderen schrijven als journalist voor een bekend radio- en televisieblad. dat wekelijks een miljoen lezers heeft. En gebruiken die journalistieke carrière als springplank. voor een literair blad dat van elk nummer 6.000 exemplaren wil verkopen. Maar wanneer één dichter. Een keer per jaar voor een 6.000 koppig publiek, waarvan dan ook de helft in de wandelgangen op de wc of op zijn geliefde vertoeft, gedurende tien minuten meer in de belangstelling staat dan Herman de Koning, dan is die daar al rauwig om. Dezelfde Herman de Koning, die in het slotvers van zijn prachtige deetbundel De Lene Liefde, in de op één na laatste zin schreef. Ik wil de taal dynamiteren tot een gebeurtenis waar veel mensen komen naar kijken. Punt. Die pissige opmerking van de koning staat niet alleen. Bijna alle dichters die niet performen hebben een hekel aan de dichters die het wel doen, want het is geen echte poëzie krijg je dan te horen in de coulissen. Het doet bedenken aan acteurs uit het begin van deze eeuw die hun neus ophaalden voor film, Om, omdat daar geen echte acteursprestaties mee gemoeid zouden zijn. De vraag of er in film wel degelijk acteursprestaties worden geleverd, lijkt ons nu zo belachelijk dat er niet eens meer over gediscussieerd wordt. Wel is iedereen het inmiddels erover eens dat het een. Ander soort prestatie betreft dan het avond aan avond spelen van een rol in een toneelstuk. Andere prestatie aangepast aan het andere medium, film. Maar toch nog steeds, Edelachtbare, de prestatie van een acteur. We hoorden wikken en rangschikken. Zoek het naar de meest treffende formulering voor wat hij te zeggen heeft. Let het op, op ritme, klank, kleur. Dat is, hoe dan ook, de allereerste prestatie van de goede performer. Het is de prestatie van een auteur. Een auteur is iemand die met woorden en met de taal speelt. Kan hij dat alleen maar in geschriften? Dan is hij een schrijver, anders niets. En een schrijver lachtbare, moet schrijven. Laat hij toch van dat podium wegblijven. Hij heeft, hij heeft daar niets verloren, ook niet achter de coulissen. En als hij zich toch op de planken waagt, laat hij dan deemoedig het hoofd buigen, met gedempte stem zijn huiswerk voorlezen en verdwijnen in de nacht. Wat hij ook betaald krijgt, het is voor wat hij gepresteerd heeft een royale vergoeding. die na een paar nachten van de poëzie vaak meer bedraagt dan hij ooit voor zijn bundel van de uitgever zal krijgen. Laat hij zich ook dit goed in het hoofd printen: dat hij het theater ontkent, schoffeert en misbruikt. En dat hij zelf en de literatuur die hij zegt in het hart te dragen. Daar het meeste onder lijden. Ik verdedig de performer, edelachtbare, dames en heren van de jury, en daarmee ja, verdedig ik mezelf. Maar als ik het niet doe, dan word ik veroordeeld. En nu ik me wel verdedig, zal ik even goed veroordeeld worden. Ik maak me geen illusies, want zo ik er al in geslaagd ben u te doen twijfelen aan uw vooroordelen, dan zult u bij de, bij de geringste, minste fout die ik maak, u zult zich herstellen en vanuit de zaal drie dingen weg honen: mijn tekst, mijn performance en de hele idee dat performen waardevol kan zijn. Op mij rust vanaf nu de dwang om perfect te zijn, en die vloek kan niemand dragen. Ook ik niet. Maar bon. Vanaf vandaag, edelachtbare dames en heren van de jury... wacht mij in elke zaal, elke bibliotheek... uw vonnis. Ik zal vragen dat men de toegangsprijzen drastisch verhoogt. 丹哥。